Yo mensen van de Blik Kijken, vandaag is het ook geen game record. Maar ik ga jullie uitleggen waarom Acefit slecht is om mee te recorden. Gaan we even naar YouTube. En dan kan ik jullie uitleggen waarom Acefit slecht is, want ik heb het zelf niet meer. Ik heb het verwijderd. Nou ja, door de crash van mijn computer eigenlijk. Nu moeten we even wachten. Dan gaan we eventjes naar Steampje. Nou, kijk, dan gaan we naar Acefit. How to use Acefit. Is Acefit bad? Het is gewoon slecht. Kijk. I can capture life in a blink. I can download the world in... Maar ik bedoel, hey kijk guys, hoe slecht dit is. Again. Slechte kwaliteit. Just finished with it actually downloading the Acefit. Je moet per se een geluidje gebruiken. En dat slaat gewoon nergens op, want je kan ook gewoon video's maken zonder geluidje. Nou, hier, houd de USA. Hey, so I found this really easy way to copy. Ja, het is wel makkelijk, maar het is slecht. Het is gewoon hartstikke slecht. Ik zweer het, het is hartstikke slecht. Ze zijn van werk veranderd als het goed is. We have reviewed what we believe to be by far the best high chair on the market, putting all other high... Volgens mij gebruiken ze zelf een andere screen recorder, die beter is dan Acefit, want Acefit is verdomd slecht. En dan moet je eens naar GeForce Experience kijken. Nou, even laden. Juist, ja. Kom op. Ja. Nou kijk. Dit is gewoon al veel beter. Hier kan je je spellen zien. Bij Acefit niet. Kijk. Shadowplay. Je kan je eigen beslissingen maken. Je hoeft niet eerst 3 seconden te wachten totdat je kan recorden. Zonder dat je het weet. Maar je kan gewoon echt zo. Gewoon bij mij F9. Hoppakee. En je record. Dit heb je ook niet bij Acefit. Zoals, je kan niet je modus instellen, je schaduwtijd, je kwaliteit, je audio. Je kwaliteit is gewoon slecht. En Acefit is gewoon oud. En moet gewoon vernieuwd worden. Je kan ook streamen. En met Acefit heb je een bepaalde tijd om te recorden. Met Nvidia, nou ja, met Shadowplay, dan kan je gewoon... Je kan gewoon een hele week achter elkaar recorden. Ja, soms gaat hij dan stoppen. Maar dat maakt niet uit, want het is gewoon... Goed. Goede kwaliteit. Echt alles is goed. Zo'n beetje de beste. De beste recorder eigenlijk aller tijden. Tot nu toe vind ik. Want je bent niet aan het laggen of zo. Of we gaan niet opeens rare geluiden maken of zo. Het is gewoon echt perfect. En dat vind ik gewoon leuk. Dus daarom heb ik die tutorial gemaakt. Want zodat jullie ook groot worden, want ik zie regelmatig video's van Bandicam, Acefit en zo. Maar dat is echt hartstikke slecht, Bandicam en Acefit. Dat verneukt gewoon je kanaal op YouTube. En dat wil ik gewoon niet. Ja, kijk, ik wil niet zeggen dat ik groot ben op YouTube. Ik heb maar 52 video's. Maar dat moet niet zeggen dat ik me populair voel. Want ik wil gewoon mensen helpen hoe je groot wordt op YouTube en zo. We moeten weer even laden. Nou kijk, Exploding TNT, die was ook eerst niet populair, maar hij was ook geen recorder. En volgens mij een recorder met hetzelfde programma als ik. Nou, Bandicam. Ja, hier. Kijk, wacht even. Ja, hier, versus. Oh. En dan kom je meteen naar Acefit. Lang intro. Hier, je zegt het ook al. Beter dan Vreps.
Beter dan Bandicam bedoel ik. Hello everybody, I'm recording with two, yes, not one, not three, but two recording software. Now, today I'll be comparing Bandicam to Fraps. Now let's start. Two things first. Fraps is good recorder. De rechter is heeft slechtere kwaliteit dan de linker. De linker is door Fraps. En de rechter door Bandicam zoals je ziet. En Bandicam is gewoon hartstikke slecht. En als je naar Fraps kijkt, dat is eigenlijk een soort van Shadowplay. Maar dan met een andere naam en een ander programmaatje gewoon. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Maar het is gewoon een beetje anders. Dus eigenlijk gebruiken gewoon duizenden mensen EasyVid zonder dat ze weten dat er andere programma's zijn om mee te recorden. Maar dan moet je voor betalen, denken ze. En ja, dat is gewoon kut. Je kan niet veel screen. En dan moet je eens naar kijken naar mijn andere video's. Mijn kanaal. Video's. Nou kijk, dit was al ook slechte kwaliteit, maar dat lag gewoon aan Black Ops 2. Nou kijk. Crisis Gameplay 1. Kijk hoe slecht dit is. Ik bedoel, je kan niet veel screen ofzo. Je moet per se een geluidje. Je ziet dat balkje van hoe lang je nog hebt en zo. Het is slechte muziek wat je moet opzetten. En moet je eens kijken naar deze. Dat is ook weer slechte kwaliteit. Maar dat maakt niet uit. Maar dit is gewoon beter dan EasyVid of zo. En Bandicam. Ja, dit is gewoon echt absoluut beter. Maar hier kan je ook echt alles mee doen. Hè. Volgens mij gebruiken andere populaire recorders op YouTube dit ook. En dat vind ik goed. Ik heb daar geen commentaar op of zo. Maar die gebruiken dus geen EasyVid. Mijn kanaal is eigenlijk al een beetje verneukt. Ik heb in mijn tutorial gezegd, thanks guys, you saved my channel. Want anders zou ik nu nog steeds met geluidje, EasyVid, Bandicam, nog steeds Windows recorden. En ik haat dat. En ja, het is gewoon geweldig. Ja, ik bedoel, kijk, je kan gewoon zelfs live streamen. Je kan full screen, je kan alles. Nou, ik denk dat dit het voor vandaag weer was, voor een soort van vlog of zo. Tot de volgende keer.